Africa. Yeah, let's go. Hij is weer even op vertrouwde bodem, waar basketballer Rien Mast de afgelopen 2 jaar bij Bradley University in Amerika speelde en trainde, doet hij het voorlopig even met een veldje bij de ACLO op het Zernike-terrein. De 19-jarige Groninger vertrok 2 jaar geleden van Donar naar Amerika om zijn absolute droom na te jagen, spelen in de grootste basketbalcompetitie van de wereld, de NBA. Voor het eerst sinds hij vertrok in 2019 is Rien weer even in Groningen. Echt goed om hier weer te zijn. Goed om familie weer te zien. En gewoon de stad waar je al heel lang in hebt gewoond om gewoon weer een beetje op vertrouwd terrein te zijn. Maar stilzitten doet Rienk niet. Na een eerste jaar met een vervelende knieblessure groeide Rienk dit jaar uit tot vaste waarde bij zijn team. Ik heb eerst 1,5 week, 2 weken ongeveer rust genomen. Weer een beetje gaan krachttrainen en op zoek gegaan naar een pleintje. En met die corona en al dat soort regels was het een beetje lastig om wat binnen te vinden. Dus het werd dit buitenveldje dat ze hier heel mooi hebben neergelegd. Rienk speelt met Bradley University college basketbal, maar zijn absolute doel is het halen van de NBA. Ik denk dat als ik zoals nu gewoon hard blijf trainen en slim blijf trainen en op de goede punten verbeter. Ik zou heel graag een heel volwondig jaar willen zeggen, maar ja, je weet het natuurlijk niet. Er zijn er gewoon heel weinig gasten die dat halen. Dus ik zou heel graag ja willen zeggen, maar het blijft een beetje een loterij. De NBA is misschien nog ver. Toch leeft Rienk in Amerika al een soort droom. Het is daar een dagelijks leven, dus je raakt er gewend aan. Maar soms als je even alles in perspectief zet, dan is het wel gaaf om dat mee te maken. Vooral als je hier ook terugkomt en met al die jongens waar je vroeger mee speelde. Die vraag je dan allemaal naar van hoe was het en hoe was het en dit en dat. En dan heb je wel eens even van, ik maak wel wat mee wat niet heel veel mensen meemaken.